Vandaag zal de uitreiking plaatsvinden van de certificaten. Doordat je elkaar regelmatig spreekt binnen het overleg, weet je elkaar te vinden, waardoor je bepaalde zaken sneller bij elkaar kan neerleggen. Ook bijzonder hier, omdat het de tweede ster is. Dat geeft al aan dat die samenwerking resultaat geeft. Hè? Want als het niet werkt, ja, dan stop je het misschien wel mee. Dus het is duidelijk dat er resultaat is. Heel goed dat u allen, met ons allen, zou ik bijna zeggen, hiermee zo bezig zijn. Dat we daar inmiddels uitreiken eigenlijk van gewoon toch ook een simpel stuk papier in de lijst uiting aan geven dat wij het met z'n allen van belang vinden. En ik hoop ook dat het alleen maar ons mag aanmoedigen met elkaar om het aspect veiligheid heel breed te doen. Veel succes. Ja, dank u wel. Ja? Ja, ik neem hem graag in ontvangst namens de politie. Ik vind toch een kroon op het werk van de mensen die hier de afgelopen jaren de basis voor hebben gelegd. Wat eigenlijk veel belangrijker is, een veilige winkelomgeving, maar ook een veilige omgeving om te ondernemen. Daar hebben we volgens mij. Maar er wordt natuurlijk heel veel gepraat over sociale veiligheid, maar ik ben ook blij dat er een heel stuk fysieke veiligheid bij wordt gedaan. Dat is natuurlijk toch een belang van de brandweer. En de bereikbaarheid wordt veel gedaan. En ik hoor dat er ook mensen met z'n allen op de BHV-oefening zijn geweest. Nou, daar knokken wij natuurlijk ook voor. En dit is een hele efficiënte manier. Ja. Dus bedankt allemaal. Ik mag dan in naam als voorzitter deze tweede ster ontvangen. Dat het werk gebeurt door de aanwezigen. En wat mij betreft, en volgens mij ook wat iedereen betreft, gaan we er gewoon heel hard mee door. Omdat het van enorm belang is. Maar dit is een mooie bekroning. In ieder geval zijn wij als eigenaar natuurlijk ook heel erg blij met deze tweede ster. Als winkelcentrum sta je, je staat niet alleen. Je moet gewoon met alle partijen samenwerken. En in dat opzicht zijn we denk ik heel blij dat we deze ster in ontvangst kunnen nemen. En extra trots ook op onze ondernemers met name die in dat opzicht ook heel veel werk verzetten. En nog gaan verzetten. Iets kan. Nee, in de voorkant. Zo, oké.